Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dus meer eindtermen, centrale toetsen, meer inspectie, gekleurde middelen. En eigenlijk is dat volledig contraproductief als je echt een kwaliteitsbeleid in scholen wil voeren. Ja, ik ben Lieven Boeven, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in mijn vrije tijd ook professor aan de KU Leuven. Het valt mij op dat kwaliteit heel vaak verengd wordt tot de resultaten op die internationale toetsen, PISA, PIRLS. En ten tweede wat mij opvalt, is dat eigenlijk geen enkele onderzoeker weet hoe het komt dat we daarin eigenlijk op achteruit gaan. Er zijn heel wat hypotheses, maar geen sluitende verklaringen. Ik heb zelf wel een verklaring die ik naar voren zou willen schuiven, en dat is het feit van de invoering van de eindtermen. 20 jaar achteruitgang, 20 jaar eindtermen. Ik heb te veel gehoord van directeurs in mijn eigen netwerk dat de inspectie hen op de vinger tikte, dat ze meer vroegen dan de eindtermen. En ik denk dus dat ja, het feit dat onze verwachtingen op die eindtermen geaxeerd geraakt zijn, dat dat een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang. Zowel in begrijpend lezen, maar ook in wiskunde en wetenschappen, in andere zaken die we toetsen. Nu, we kunnen ons wel de vraag stellen of de definitie van kwaliteit, of we die mogen verengen. Ik denk vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vertrekkend vanuit ons eigen pedagogisch project, willen we dat zeker niet doen. Ik denk ook dat corona ons geleerd heeft dat de school niet alleen over leren, maar ook over leven gaat. En het leren leven, dat even goed deel uitmaakt van de kwaliteit van het onderwijs. Niet voor niks is ons leerplan basisonderwijs. Zin in leren, zin, goesting, betekenis, maar ook zin in leven, goesting, betekenis in leven. En ik denk dat een kwaliteitsbegrip in onderwijs telkens ook die dimensies moet meepakken. En dat kunnen die internationale toetsen eigenlijk niet. Nu, het valt mij wel op dat onze Vlaamse overheid graag kwaliteit verengt tot dat meetbare enerzijds. En denkt dat de oplossing controle is. Meer controle. Vertrouwen is misschien goed, maar controle is beter. Vandaar meer eindtermen. Terwijl dat misschien precies het probleem was. Waarom zou meer eindtermen dan de oplossing zijn? Ten tweede, centrale toetsen. Nog meer meetbaarheid. En ten derde, meer inspectie, meer controle. Ervoor zorgen dat ook de budgetten gekleurd raken. Zodanig dat je de vrijheid, de verantwoordelijkheidszin, de ondernemingszin van leraren en directeurs eigenlijk fnuikt. Wat kan dan wel de oplossing zijn? Wel precies inzetten op die professionaliteit en op die verantwoordelijkheidszin. En hoe kun je dat concreet doen? Wel bijvoorbeeld als overheid door een faciliterend beleid uit te bouwen dat aanmoedigt, jonge mensen aanmoedigt om leraar te worden. Zorgen dat we genoeg leraren hebben, goed opgeleide leraren hebben. Als we het hebben over genoeg en goed gevormde leraren, vind ik dat we moeten recruteren uit de volle breedte van de 18-jarigen. Dat betekent dus dat we zowel bachelors, maar ook masters op alle onderwijsniveaus zouden moeten kunnen inzetten. Ik zou ook de mensen die op dit moment de kinderverzorging doen in onze kleuterschool, zou ik ook graag een pedagogisch diploma geven. Zodanig dat zij ook die bachelorleraar mee en die masterleraar mee kunnen ondersteunen in de klas. Vooral ook dat levenslang leren bij leraren stimuleren, die blijvende professionalisering. Nu heb je nauwelijks een professionaliseringsbudget, 60 tot 90 euro per jaar. En wordt er ook geen structurele ruimte gemaakt in de opdracht om je te professionaliseren. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is voor kwaliteitszorg van de toekomst. Een tweede heel belangrijk element is beleidsruimte geven aan directeurs. Dat beleidsvoerend vermogen van directeurs versterken. Onderzoek toont aan dat de directeur een belangrijke spil is in het kwaliteitsbeleid van scholen. Dat betekent zorgen dat hij voldoende ondersteund wordt door beleidsmedewerkers. Maar ook dat hij ruimte krijgt vanuit de middelen die je aan hem of haar geeft om dat kwaliteitsbeleid ook te voeren. En ten derde, de overheid zelf die faciliterend werkt, die vertrouwen geeft, die inzet op die professionaliteit, die dat ondersteunt, eerder dan te willen voorschrijven, eerder dan te willen bepalen, eerder dan te willen dicteren, eerder dan te willen van leraren en directeurs en scholen uitvoerders maken van regeringsbeleid, voluit inzetten op die ondernemingszin, die professionaliteit, die dynamiek die het onderwijs in Vlaanderen in heel ruime mate kent en daar ook de kwaliteit zal vestigen.